nu ik hierover nadenk, over het hele concept open relatie, vind ik dat gewoon super interessant. En of ik dat iets voor mij en Maris vind, I don't know. Maar het is wel een heel interessant concept. Hij eet gewoon van twee walletjes. Ivo, had je verwacht dat je zoveel over jezelf zou leren en over je relatie? Nee, zeker niet. Het is echt, het heeft zoveel deuren in mijn hoofd geopend. Hoe dan? Hoe gaat het? Ja, het gaat met mij wel echt een stuk beter. Ja? Ja, ik heb wel echt een beetje mijn plekje gevonden nu. Ik merk dat ik echt een stuk rustiger ben. En alles begint gewoon een beetje te wennen of zo. Gelukkig, je ziet er goed uit, hè? Voordat jullie op 1-op-1 date gaan, ook nog even een mindere mededeling. Volgens mij ben ik zwanger. Jullie zijn hier nog een korte periode. En de bedoeling is dat jullie die korte periode goed gaan gebruiken om de dames met wie jullie een klik hebben nog beter te leren kennen. Even. Dat betekent ook dat jullie vandaag jullie twee favoriete dames mogen gaan uitkiezen. Daar hoor! Ik heb hier 8 kettingjes. Ja. 2 voor ieder. Die mogen jullie om de nek hangen van de 2 dames die jullie gaan uitkiezen. En dat heeft consequenties. Want dat betekent dat er vandaag 4 overblijven. En die 4 dames die zullen het huis verlaten. Per direct. Ja, moet je luisteren. Dit is wel een probleem. Jullie mogen ieder aan 2 vrijgezelle mannen een cocktail geven. En de mannen zonder cocktails, die gaan vandaag nog naar huis. Chapper de flap. Dus zullen we de heren erbij gaan halen? Ja. Wie zijn deze mensen? Lastige keus, maar ik ga op een natte kut af. Alsjeblieft. Dankjewel. Nou, ik vind het heel gezellig dat je hier bent. En je bent ook echt wel een sfeermaker. Ik zou het heel fijn vinden als je nog even wil blijven. Dat heb ik liever niet. De dames die geen ketting hebben ontvangen, die moeten per direct het huis verlaten. Bijna daar! Jullie mogen afscheid nemen. Blijf gewoon mijn ding doen. Iemand moet het doen. Ik hoop dat de liefde wel op mij wacht in Nederland. Dat zal vast wel goed komen, hoop ik. Visa. Jullie mogen afscheid van elkaar nemen. Ja, super. Hallo. Nee, jullie gaan weer. Whitney heeft ook gezegd, jij was eigenlijk mijn derde keus. Ik vind dat ook wel leuk om te horen dan. Dat iemand zegt van, ja, jij was eigenlijk mijn derde keus. Ja, toch? Nou.